Goedenavond. De hittegolf die het zuidoosten van Europa teistert, heeft in Griekenland aan 56 mensen het leven gekost. En in Joegoslavië aan 6. De temperatuur liep er opnieuw op tot boven de 40 graden in de schaduw. Dit weekende verlaten duizenden inwoners van Athene de stad op zoek naar een wat koelere omgeving. De hitte duurt nu al een week. En meer dan 3000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld voor hartklachten en ademhalingsmoeilijkheden. De ziekenhuizen blijven dag en nacht open. In de havenstad Piraeus hebben een paar honderd mensen, veel ouderen en zwangere vrouwen, een toevlucht gezocht in een grote sporthal met airconditioning. Ze mogen er blijven tot de ergste hitte voorbij is. Volgens de weersvoorspellingen zou de temperatuur in Griekenland na zondag iets gaan dalen. Maar in Joegoslavië wordt nog een stijging verwacht. Het eiland Kefalonia, voor de westkust van Griekenland, ligt er zwart geblakerd bij na enorme bosbranden. Door de harde wind verspreidde het vuur zich over grote gebieden. Vier mensen, onder wie drie Engelse toeristen, kwamen in de vlammen om. Ook op andere plaatsen in Griekenland woeden bosbranden. Grote vakantiedrukte op de Europese wegen. Tot laat in de avond stonden er files voor verschillende grenzen. De stroomvakantiegangers richting de Franse Côte d'Azur hadden te kampen met forse vertragingen in de buurt van Parijs en hier bij Lyon. Ook lange rijen wachtende auto's in Beieren in de Bondsrepubliek. En niet alleen op de wegen, maar ook bij tankstations. Op sommige plaatsen stonden files van enkele tientallen kilometers. De massale verhuizing naar de zon had ook grote gevolgen voor de luchthavens. De vliegvakantie is de laatste jaren zo in populariteit gestegen dat de vliegvelden het verkeer nauwelijks meer aankunnen. Reizigers naar Griekenland moeten volgende week rekening houden met ernstige vertragingen. De verkeersleiding in Athene dreigt zelfs in hongerstaking te gaan. Op Schiphol was het vandaag weliswaar druk, maar het oponthoud voor de vakantiegangers was niet echt groot. Hondenvergiftiging in Amsterdam. In en rond het Sarfati Park heeft de politie stukjes worst gevonden met een zwaar giftige stof. Gif dat ook voor mensen levensgevaarlijk is. 6 honden hebben van de worst gegeten. 2 dieren zijn er al aan gestorven. In het park in de Amsterdamse wijk De Pijp laten veel buurtbewoners hun honden uit. En rond 3 uur vanmiddag is het eerste slachtoffer naar een dierenarts gebracht. En toen hebben we via melding hebben de politie gewaarschuwd. Om toch de boel aan het rollen te maken. Ook omdat mensen vlees hadden zien liggen of eigenlijk stukken rookworst wat er blauw uitzag en dus vergiftigd was. Het vermoeden bestaat dat iemand gekookte worst hier in het park gegooid heeft die hij van tevoren heeft vergiftigd met strychnine. En uit veiligheidsoverwegingen voor andere honden, maar ook met name kinderen die hier regelmatig in het park spelen, is door de politie voorlopig het park volledig afgesloten en ontoegankelijk gemaakt. De politie beslist maandag wat er verder moet gebeuren. Mogelijk gaat de stadsreiniging het park helemaal schoonmaken. Stakingen en geweld in Israël. De dag dat de Palestijnse opstand aan zijn 8e maand is begonnen. 1 Palestijn werd doodgeschoten, 34 anderen raakten gewond. Veel winkels in de door Israël bezette gebieden waren vandaag gesloten. De algemene staking was uitgeroepen door de leiders van de Palestijnse opstand. Ook het openbaar vervoer in de Gaza-stroken op de Jordaan-oever lag stil. Morgen wordt er weer gestaakt. Veel steden en vluchtelingenkampen werd er vandaag opnieuw hevig gevochten. De Palestijnen wierpen blokkades op en gooiden met stenen. Het was ook een protest tegen de uitzetting gisteren van 10 Palestijnen die worden verdacht van anti-Israëlische acties. Het Israëlische leger gebruikte rubberkogels en traangas om aan de protesten een einde te maken. Het dodelijke slachtoffer viel in het vluchtelingenkamp Jabalia, na afloop van een gebedsdienst. Delen van de bezette gebieden waren ook vandaag weer verboden terrein voor de pers. Het weer tot slot, zonnige periode, maar ook af en toe wolkenvelden, vooral in het noorden. De middagtemperatuur wordt ongeveer 18 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuidoosten. Dit was de laatste journaaluitzending van vandaag. Goedenavond.